maken van foto's en video's vinden we gewoon het allerleukste. Maar we merkten toch als ondernemers dat we meer en meer achter de laptop kwamen te zitten. Te veel naar ons zin. Daar hebben we een simpele manier voor gevonden om dat om te draaien. En dat gaan we je in deze video laten zien. Als creatieve ondernemers liepen we in de valkuil waar veel beginnende ondernemers denk ik tegenaan lopen. En voor ons was dat we vooral bezig waren met hetgeen wat we het allerleukste vinden om te doen. Content maken. Maar ja, op een gegeven moment loop je dan vast en moet het dus anders. En in deze video laten we zien wat we daarop gevonden hebben en welke simpele aanpakken we eigenlijk hebben toegepast. Zodat we wel weer alle aandacht hebben voor hetgeen wat we het allerleukste vinden. Maar ook het stuk ondernemen goed onder controle hebben. Alle tijd steken in datgene waarom je ondernemer bent geworden, dat is toch het liefste wat je wil. En voor ons is dat het maken van video's, foto's, schrijven van blogs. En daarmee hebben we inmiddels ruim 130 YouTube-video's gemaakt, meer dan 31.000 volgers op Instagram. Ja, dat is waar we het liefste mee bezig zijn. We waren volop bezig met contentcreatie. We reisden de hele wereld over. We zaten in een heerlijke flow, totdat we op een gegeven moment onze buffer redelijk opraakte. En door die buffer konden we natuurlijk heel erg met onze creativiteit bezig zijn. Maar de focus lag minder op het ondernemen. Dus het had wel eens een positieve kant, want we groeiden ontzettend met onze socials. En ja, er kwamen leuke opdrachten op ons af. Maar tegelijkertijd kostte het ook veel geld en kwamen we net niet altijd uit. Totdat op een gegeven moment ook nog eens een klant opzegde, wat een groot deel van ons inkomen bracht. Dus al met al was het spannend. We gaan mooie foto's maken voor ons Instagram-account, Dutch Nomad Couple. Dat merk hebben we inmiddels mooi laten groeien. Dus contentcreatie is één. Maar gaandeweg is er ook nog iets bijgekomen. We geven ook cursussen, dat doen we online. Een cursus over reizend ondernemen. Voor mensen die ook onafhankelijk en vrij willen leven en hun passie willen volgen met het ondernemen. Daarvoor hebben we ook een website nodig. We doen ook mailflows opzetten, videobellen. Er is heel veel nodig, zeg maar, eromheen om alles goed in te richten. Een soort van digitale winkel. Dus daar zijn we ook heel erg druk mee. Daarbij komt natuurlijk ook nog de zorg voor Filou en uitvoering geven aan onze opdrachten. En zo waren we eigenlijk vooral bezig met dingen die moeten. Administratie bijhouden, facturen sturen, bonnetjes inscannen, salespages maken voor retreats en andere activiteiten die we bedacht hadden. En daar ging heel veel tijd in zitten. En uiteindelijk krijg je dan een beetje een beeld. Ja, zoals je dat hier ziet, Anne en Tien achter de laptop. En daar zaten we langer dan dat we eigenlijk zouden willen. Dagenlang achter de laptop. Dat was niet helemaal het idee. Het moest anders. De knop moest om. We moesten echt gaan ondernemen. Dat creatieve gedeelte, dat hadden we inmiddels wel. Dat ging allemaal goed. Het ondernemen liep een beetje achter. Nou, dus ondernemen. Dat betekent ook meer focus, meer structuur en overzicht. Met als doel datgene doen waar we goed in zijn. Waar we het verschil in maken. En dat is content creëren. En natuurlijk, kijk, daar word je toch veel vrolijker van dan achter je laptop zitten. En de dingen die moeten, die moeten nog steeds. Alleen we doen ze wel op zo'n simpel mogelijke manier. We hebben uiteindelijk gekozen voor software, voor tools dus, die uiteindelijk doen wat nodig is om ons bedrijf te laten draaien. Niet meer, niet minder. Ja, zo zijn we recent begonnen met een softwarepakket waar we al veel eerder mee hadden moeten beginnen, denk ik. En dat is AVAS SB Plus, oftewel onze administratie en boekhouding. Eén overzicht waar alles in staat. We zien gelijk wat onze financiële situatie is, hoe de toekomst eruit ziet, wie onze klanten zijn. En ja, misschien heb je het aan het begin van de video gezien. Super handig, je hebt een app waarmee je de bonnetjes kan scannen en die komen ook gelijk zo in je boekhouding terecht. Ja, het is helemaal gemaakt voor Nederlandse ondernemers, dus ook je btw-aangifte staat gewoon klaar. Die moet je nog wel doorsturen naar de Belastingdienst. Ja, leuker kunnen we niet maken, maar zij doen dat, dus dat is echt heel tof. AVAS SB Plus. De tweede softwarepakket wat we gebruiken is Kajabi. Daar draait onze website op. Onze online cursus en coaching hebben we daarin gemaakt. Maar we sturen daarin ook onze mailings en een nieuwsbrief. Salespages maken we daar en het is echt één pakket, een all-in-one. Dus je logt één keer in en je kan daarin alles regelen. Het is wel iets duurder, maar
het geeft focus en overzicht. En dat is echt wel heel fijn. En dan een softwarepakket wat we eigenlijk al vanaf het begin gebruiken, sinds 2016. En dat is Google Workspace. Je kent het wel als Google Drive en Google Docs. Dus daarmee kunnen we onderling samenwerken of met klanten. Je hebt een grote cloudopslag met Google Drive. En natuurlijk videobellen om met onze klanten contact te hebben of met onze coaches. En dan hebben we nog twee softwarepakketten voor de creatieve kant van ons vak. Adobe Lightroom voor het editen van de foto's. En aan de andere kant Final Cut Pro. En daarin doen we de editing van onze video's. Zoals deze. Dat is het dus. Niet meer, niet minder. Gewoon focus. Een aantal softwarepakketten die gewoon doen wat ze moeten doen, waarop je bedrijf kan draaien. En daardoor hebben we gewoon veel meer tijd gekregen om dit te doen wat we het allerleukste vinden. Wil jij nu ook beginnen met reizen en ondernemen? We hebben daarvoor een hele leuke video gemaakt hoe wij begonnen zijn en waarom we dat zijn begonnen. En die video kan je nu hier bekijken.